Hier zijn Lou en Lena, onze twee vrienden die dolgraag de wereld rondtrekken. Vertel eens, Lou, waarom leren sommige kinderen nooit lezen of schrijven? Ik weet het niet, Lena. Alle kinderen in de wereld hebben het recht om te leren. Hebben het recht om naar school te gaan. Wat gebeurt er dan op school? Zou het in Afrika ook zo zijn, Lou? Laat ons een kijkje nemen. Kom aan, we zijn weg. In Afrika gaan de kinderen ook naar school. Net zoals bij ons hebben ze het recht om te leren. Maar in Afrika zijn er vaak grote verschillen tussen de stadsscholen en de scholen in de dorpen. In de kleine dorpen, ver buiten de stad, zijn er soms geen wegen en geen school. Of soms is de school ver weg. Soms staan er alleen maar banken en een bord, maar zijn er geen boeken of schriften voor iedereen. In de stad zijn er dan weer te weinig scholen. Daardoor zitten er te veel kinderen in één klas. Heel veel kinderen stoppen met school voor ze in het zesde leerjaar zitten. Daarom leren ze nooit goed rekenen, schrijven of lezen. Maar waarom stoppen ze dan? Er zijn verschillende redenen. Sommige kinderen stoppen met school omdat hun school te ver is. Ze moeten heel veel kilometers stappen om naar school te gaan. Andere kinderen stoppen omdat ze opeengepakt zitten op de schoolbanken of omdat ze geen materiaal hebben. Dus vinden ze de lessen niet leuk. Ze moeten ook steeds maar herhalen wat de meester zegt. Soms begrijpen ze ook niks van de lessen. Op school spreekt de meester of juf Frans. Maar thuis spreken de kinderen een andere taal. Moeten ze van hun ouders dan niet naar school gaan? Niet altijd. Sommige ouders denken dat naar school gaan geen zin heeft. Dat de kinderen er niets interessants leren. Andere ouders vinden dat het onderwijs te duur is. En dan sturen ze niet al hun kinderen naar school. Ze sturen vaker de jongens naar school dan de meisjes. Maar wat doen de kinderen dan die niet naar school gaan? In Afrika moeten sommige kinderen thuis blijven om hun ouders te helpen. In de kleine dorpen moeten ze helpen op het veld, zorgen voor de dieren, ze halen hout voor het vuur of water uit waterputten. Ze helpen het eten klaarmaken of letten op hun broertjes of zusjes. In de stad helpen de kinderen ook in het huishouden of ze verkopen dingen op straat of op de markt om geld te verdienen. Jero is een herder. Elke morgen brengt hij zijn kudde naar de weide. Hij draagt sandalen van dierenhuid en op zijn hoofd zet hij een grote hoed. En als er te weinig scholen zijn, zijn er dan ook te weinig leerkrachten? Ja, Lena, om later juf of meester te worden, moet je ook naar school. En daar is geen geld voor in Afrika. Dus zijn er niet genoeg leerkrachten. En wat doet Plan zodat iedereen naar school kan gaan? Plan helpt de regering en de ministers om scholen te bouwen. Plan zorgt ervoor dat leerkrachten goede juffen en meesters worden, zodat ze leukere lessen kunnen geven. Plan praat met de ouders, zodat ze weten dat het belangrijk is om al hun kinderen naar school te sturen. Want voor Plan is iedereen belangrijk. De kinderen, de ouders, de leerkrachten en de regering van het land. Op een dag kunnen zo alle kinderen in de wereld echt naar school gaan. En jij? Wat zou jij zeggen tegen een kind dat niet naar school gaat? En wat zou jij zeggen tegen een papa of mama die haar kinderen niet naar school stuurt? Dag vrienden,
Tot de volgende keer. Dag, tot ziens iedereen. Dag.